We hebben het al even gehad over expressies en statements. Nu gaan we zelf een aantal expressies uitschrijven. Dus expressies waren de dingen die jou een bepaald resultaat konden opleveren. Dingen die je zou kunnen uitrekenen. Ik ga hier even een nieuw venster openen om wat in te demonstreren. Dus ik ga mijn Python opstarten. En we zullen eerst starten met degene die het meest bekend zullen zijn, de plus, min, maal en gedeeld door voor getallen. In Python kan je natuurlijk zoiets doen: 4 plus 2 geeft u 6, 4 min 2 geeft u 2, 4 maal 2 geeft u 8 en 4 gedeeld door 2, klein beetje opletten hier, geeft u 2,0. Dus een deling in Python produceert standaard een komma-getal. Bijvoorbeeld 4 gedeeld door 3 geeft u direct de cijfers na de komma. Dat is niet in elke programmeertaal zo, dus dat is een beetje iets om voorop te letten. Ook als je een geheel getal uitkomt, krijg je dus een komma getal, want je ziet hier, het is 2,0 geworden. Terwijl dat, computers hebben het moeilijk met getallen, maar een macht van 2 delen door een kleinere macht van 2 zou toch wel moeten lukken zonder dat daar complicaties optreden. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk voor een computer. Toch maakt hij er een komma getal van. Dus in Python, deling levert u een komma getal. Dus dat zijn uw standaard operaties. Die ken je eigenlijk al. Maar wat gebeurt er in de iets complexere gevallen? Bijvoorbeeld 4 plus 3 maal 2. Wel, je krijgt 10. Waarom is dat zo? Omdat hier ook de volgorde van bewerkingen wordt gevolgd die dat je kent uit de les wiskunde. Met andere woorden, dit is hetzelfde als 4 plus 3 maal 2. Dus de haakjes dienen om te groeperen. Dit gaat u hetzelfde geven. Haakjes, en je kan die dus ook schrijven in Python, betekenen: neem deze dingen eerst samen, reken dat eerst uit, vooraleer dat je de rest uitrekent. Dus als je toch zou willen eerst die optelling van 4 en 3 doen, en dan pas vermenigvuldigen met 2, dan zou je dit hier schrijven. En dan ga je niet 10 uitkomen, maar dan ga je 4 plus 3 optellen, dus dat is 7, maal 2 levert u 14. Dus dat klopt. Dus dat is wat uw ronde haakjes doen. Ook in Python heb je die nodig omwille van de volgorde van bewerkingen. De volgorde van bewerkingen is trouwens dezelfde in Python als in de les wiskunde. Dus je hebt hier een maal en die maal wordt eerst uitgerekend en dan pas wordt de plus uitgerekend. Algemener, de maal en de gedeeld door staan op dezelfde hoogte en de plus en de min staan op dezelfde hoogte. Dus als je een maal en een min bijvoorbeeld ook, gaat die maal eerst worden uitgerekend en daarna pas die min, tenzij dat er haakjes in het spel zijn. Als je meerdere dingen van dezelfde soort hebt, dan gaan die van links naar rechts worden uitgerekend hier. Dus bijvoorbeeld als ik 4 gedeeld door 3 gedeeld door 2, dat levert mij 0,66, dus 2/3. Dat is iets anders dan 4 gedeeld door 3 gedeeld door 2. Dat zou mij 2,66 opleveren. Dus de reden dat je dat eerste resultaat krijgt, is omdat je eigenlijk eerst de dingen neemt die links staan en dan de dingen die rechts staan. Nu, je gaat er niet zo vaak op botsen, maar het is goed om te weten, die volgorde van bewerkingen speelt wel mee. En ook in dat geval maakt het uit wat dat je eerst doet bij een deling toch. Bij een deling is er nog één puntje dat ik zou willen vermelden. Dat is dit hier, delen door 0. In de wiskunde is dat verboden. In Python vertaalt zich dat naar een foutmelding. Dus je mag niet delen door 0 in de wiskunde. Voor wie terugdenkt aan de les, ja, maar dat levert mij toch oneindig. Dat is eigenlijk niet delen door 0, dat is delen door de limiet voor x gaande naar 0. Dus het feit dat Python hier een foutmelding geeft, is logisch. Python zou u ook niet oneindig moeten geven. Het moet echt een foutmelding geven. Dus hij doet het op een manier waar een wiskundige tevreden mee zou zijn. Dan is er nog één puntje waar dat we het even over moeten hebben. En dat is die plus. Daar staat bij voor getallen en voor strings. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, laat ons eens twee stukken tekst met een plus verbinden. Wat je te zien krijgt is een nieuw stuk tekst. Je merkt dat aan die quotes. Maar dat nieuw stuk tekst bestaat uit die andere twee stukken tekst aan elkaar geplakt. Dus die plus, de technische term daarvoor is concatenatie. Ik ga niet vragen dat je die term gebruikt. Maar als je dat ooit tegenkomt, concatenatie.
Dus die plus die zorgt ervoor dat die twee stukken tekst geconcatenaerd of aan elkaar geplakt worden. Er staat geen spatie tussen. Hij gaat niet vanzelf beslissen dat daar een spatie tussen hoort. Als hij die wil, dan moet hij die ook schrijven. Zo. En alhoewel dat wij die schrijfwijze niet gaan volgen, wij volgen een andere afspraak, kan je in principe ook enkele quotes, dat maakt niet uit, dat zijn nog altijd stukken tekst. Dus die quotes, opnieuw, maakt niet uit welke dat je er rond gebruikt, ze bakenen gewoon een stuk tekst af. En de reden waarom dat je ze mag inwisselen, heb ik in een hogere knoop al vermeld. Oké, even kijken, dus zo zijn die stukken tekst aan elkaar verbonden. Dus ja, als je deze oefeningen hier maakt, zeker die eerste twee, als je wil zorgen dat bijvoorbeeld eerst een product wordt uitgerekend, ja, dan heb je niet speciaal haakjes nodig. Als je eerst een som wil uitrekenen en dan een product, dan ga je haakjes nodig hebben. Verder, bijvoorbeeld 7 gedeeld door de helft van 3, is niet de bedoeling dat je al nadenkt over wat is nu weer de helft van 3. In de plaats daarvan moet jij dus zorgen dat die 3 gedeeld wordt door 2. Dus je moet zelf de getallen gebruiken die hier staan. Je moet geen zaken eerst uitrekenen en dan maar een stuk van de berekening laten doen. Of zelfs gewoon het eindresultaat tonen. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je echt die expressies uitschrijft. Zodanig dat je Python leert gebruiken als een soort van rekenmachine. Of ja, als iets waarmee je met tekst kan werken. Als een programmeertaal eigenlijk.